beste, met een nieuw spel Paper Mario. Nu zijn we met z'n drieën. Eén iemand speelt de battle. Met Mario. Dat ben ik, ja. De andere is een soort special attack, zou ik maar zeggen. Dat is mijn broertje Benjamin, ook wel bekend als de Yoshi-fan. En ik, Ruben, als RP4-boss, speel Mario in het veld. Dat gaat per chapter veranderen, trouwens. Kijk, we vertellen wat we hebben. Oké, je hebt een traditionele controller nodig. We hebben een Nintendo GameCube controller, dus ook kan ook. Goed. Zijn je met je hier kunnen zitten? Niet. Nee, ik heb wel zo zitten. Oh, ik heb er zo zin in. Ja, echt. We wachten hier wel zeker 2 weken op, dus toch veel voor Benjamin. Ja, we hebben het spel als 5 minuten. Ja, 5. 5. 5. 5. Today. Wacht, today. I will come to tell the story of the Star Spirit and the God. Jij kan beter Engels, joh. Vertel het eens. Far, far away, beyond the sky. Way, dit kan ik ook niet lezen. Ja, als voor de clouds is nog niet in de sterren. Ja, dit gaat, dit gaat veel te snel. Het gaat veel. Veel en veel te snel. Ik zit pas in groep 7, ja? Ja, en ik in groep 8, maar ik heb nog alsnog, ben ik lager met Engels, dan kon ik op een andere school zitten. Bouwen, wensen. Nou ja, ik vertel het een beetje. Dit is een star rood. Dit is een star rood, wonderful. En dan met van de wereld. Careful, be careful, weet ik ook niet. En dan... Ah, Candy Koopa! Ik haat Candy Koopa! Nee, wat is... wat de... Oh, stukje wat... Dit stukje hoort niet in de story. Haha. Haha, je hebt het gedaan. Ha. De Bowser. Hey, ik zie wat... So you can and I'll take the Star Road. Hij heeft de Star Road. Dus Candy Koopa... Oh, hij ziet er echt lelijk uit. Het is belachelijk. Ik kan het juist zien. Het is zo mogelijk. Leuk. En nu heeft hij een staarrood. Oh ja. Elke wens gaat dan in vervulling. Zo is de geschiedenis veranderd. Oh ja. Dit verhaal was gewoon heel anders. Oh, zit er daarin opgesloten. En dat is de Starsplits. Je gaat stoppen op elke chapter. Ja. Maar ik doe echt een pro, dus dat is echt helemaal geen chapter. Maar het duurt wel zo lang als een normaal chapter. Hey, Star Kids. Kindjes. Grappig. En die is nog niet betaald. Whatever can you... Paper Mario! Wacht, voor de eerste game. Third game. Oké, nummer 1. Ah, oh, ik vind 4 is mijn lievelingsgetal. Oké, 4. Oké, 1. We zetten mensen. Goed. Oké. JBR. JBR. Wacht, waar zit de vreemdesnaam de J? Daar. Zet op alfabetische volgorde. J. B. B. R. End. Wat is dat voor naam? Nee! Oh, wacht, hij zit ook al daarheen. End. Hey, ik vind het ook een belachelijke naam, Benjamin. Je brunt! JBR gewoon. Ik zeg gewoon JBR, zonder end. Maar ja. Dat we zo... End. Oh, deze end bedoel je? Ja, die end. Oké. En dat zeg je nu? Yes. Of, daar zijn we eens, hè? First play. Kom. Yes! Paper Mario. Mario's huis, grappig. Leuk. Hé, dat is bij de Gary. Die krijgen we wel in ons krijt, hè? Nou, ja, later. Een beetje... Meal oil! Oké. We gaan even de gordijnen dicht doen. Je ziet namelijk een beetje veel op de camera dan zo. Oké. Dank je. Luigi. De brievenbus heeft vandaag niet getikt. Of is dat... Hey, Mario. Nu kan er net voor een Princess Peach. Ik ga het even voorlezen. Is het oké? Ja, best. Ik lees het voor, oké? Ik vertel het naar Nederlands. Oké. Oké, goed. Er staat... Laten kijken. Er staat... I tried a party and the cats that today. Mario Luigi and Rumble Hood. Everybody you please attend. Money, dus van the St. Towns and hoping to meet you. Eigenlijk is dit een uitnodiging voor een feestje, hè? Ja. Ja, dat is bijna altijd zo. Ze gaan geen cake bakken. Ik kom misselijk van de cake die ze bakt. Het is net op een staal in zit en de laatste keer is mijn hoofd gebit eruit gegaan. Hey, dat doe ik niet, hè? Dat doet de controller vanzelf. Ik beweeg nu niet. Oh ja, dat zie ik.
Nu doe ik niks, kijk maar. Ja, ik zie het. Je gaat automatisch naar het kasteel. Dat wist ik niet, ik speel het pas voor het eerst. Dat lijkt me logisch. Oh, dat is prachtig lelijk. Wat leuke woordspelling. Wauw, man, weet de cat dan en even kan dus spelen. Volgens mij kan je vanaf hier wel bewegen. Probeer eens. Oké. Oh ja, hier kan ik bewegen. Kan je niet sneller? Ja, ik weet even niet welke knopje het is hoor. En misschien een van de achterste? Laat me zitten. Weet je al wat spring is? Ah, gewoon hè? Ik weet niet hoe ik zo moet staan. Dan geef mij eens even. Dat zwaaien. Even kijken. Is dat nu echt mogelijk? Misschien kan ik het pas later. Dan ook. Ik ben de veldlampioen. Ja, weet ik. Maar ik kan het ten eerste proberen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, je ziet het spelen. Ik haal wolven. Hé, helemaal. Oké, ik ga een beetje snel pakken. Hé, hey, wat gebeurt daar? Ik ken die stem. Oh, bomen van papier. Wow. Oh, dat wat? Ze is echt toe aan verbouwing, maar dit is wel heel overdreven. Oh. Dit is echt Bowser stel, Dumbo. Wat is dit nou weer? Ah, kijk, het vlag van Pink. Weet je raar? Wat doet Mario? Ik doe help. Waarom? Dit kan je zo zien dat het van papier is, hè? Dit kan je zo zien, dit is van papier. Paper Mario, ja. Ah, hi Mario. Kijk! Daar komt mijn neusnot. Wat is dat? Ik kom er niet bekend voor. Dit is Bowser. Ja, het is Bowser. Volgens mij is het Baby Bowser. Nou ja. Wees snel, please. Oké, ze bent er, jongen, jij bent. Oh ja, ja. Als jij tenminste kijkt wat de besturingen zijn. Wat zijn de besturingen? Oh. Je moet je even spaat lukken, toch? Oh. Ja. Kan niet. Volgens mij. Kijk, je gaat hier dood, hè? In het begin wel, ja. Kan niet. Eigenlijk is het wel tijdverspilling, hè? Maar je kan niks anders. Mhm. Oh, Peach die staat zo staat te kijken. Go to Ultimate Mario. I was fighting and you don't on my side. But today, there's a little attack. Ik ga dat even over, ja? Ga je gewoon. Dan. Stomme vertaling. En dit doet hij echt bij de final boss, hè? Dan kan je, is die onverwoestbaar. Dan ga je jezelf alleen maar pijn doen. Weet je wat? Doe maar. Want dan zijn we sneller van dit af, oké? Ja. 3. Of het doet meer pijn. Danger. Ja, lekker voor me. We moeten dood. Oh, dat kan niet eens. Dat doet hij. Yay. Ja, ik vind het zo stom dat je in het begin echt dood moet gaan. Ik vind het zo stom. Om al mijn walkthroughs, al mijn playthroughs, op Yoshi Band en Videobos. En Yoshi Mario Bos wie? Heb ook nog Super Mario Galaxy. Nee, wow, 10! Of nu wacht. De enige walkthrough die ik met meerdere deed is Snoes Mario Bros. 3. En dat deed ik met jou, Joren. Uh-huh. Oh no, Mario, get up! Oh yes, I did it. I finally did it. And I'm back out now, Mario, yes! Congratulations on your victorious! You victorious! That's why it's the king! Ik versta je niet. Ik ga snel eventjes. Ik ga snel. Auw. Wat maakt die tekst uit? Ook al lezen we het wel. Dit is papier! Mario is dood!
wel de Paper Mario testje door, echt, hè? Helaas hebben we dat spel nu nog niet. Nee. Maar we krijgen het hopelijk wel. Nee, ja, dat krijgen we wel als je jarig bent, Benjamin. Laten we zeggen in juli dus. En dan, ben ik ook bereid meteen een woordje van te maken als we dit allemaal op de knie hebben. Ja, oké, maar dan kunnen we maar drie dagen Paper doen, hè? Paper Mario! Daarna gaan we op vakantie, dus dat is, dat is een probleempje. Oké, wacht. Prolush. You get from the stars. Je, goed. We moeten hier even stoppen. We gaan nog even kort verder. Wat jij kort noemt, het gaat lang duren, joh. Hoe lang? Genoeg dat lang duurt of 15 minuten. Druk, kun je pauze klikken? Nee. We moeten dit snel aan uitdoen. Nu!